In deze film gaan we met een script dit biljet vermenigvuldigen. En om dat te doen moet ik van dit biljet om te beginnen eens een patroon gaan maken. En dat gaat vrij eenvoudig. Je selecteert het onderwerp. En hoe je dat doet, dat laat ik even in het midden. Het kan zijn dat je een, een grillig patroon hebt, bijvoorbeeld schroeven, maar met een enkele schroef kan het ook. Maak gewoon lekker nauwkeurig je selectie. Als je die hebt gemaakt, dan is het dus de bedoeling dat we de rest weggooien. Dus ik snijd dit gewoon keihard uit en ik hou alleen dit over. Nou, helemaal perfect is het niet gegaan, geen probleem. Ik trek gewoon een handmatig kader eroverheen. Want immers, vierkant is vierkant. En ik snij hem nog een keer uit. Oké, okay, dit is dus ja, hetgene waarvan ik mijn patroon moet gaan maken. Vrij eenvoudig, dat gaat gewoon hierboven bij Bewerken. En dan heb je daar patroon definiëren. En in dit geval noem ik dit gewoon 500 euro. Het punt JPEG kan er tussenuit. En ik druk op OKé. Okay. Deze afbeelding heb ik nu niet meer nodig. Dus ik sluit hem gewoon en ik ga een nieuwe afbeelding maken. Welke afmetingen je pakt, dat is even niet zo belangrijk. Denk gewoon aan wat je uiteindelijk wil gaan doen met het resultaat. Als je iets groots wil doen, hou het gewoon lekker groot. En ik maak het 4500 bij 3000 pixels. Dit lege canvas ga ik dus vullen met mijn patroon. Vrij eenvoudig. Vrij eenvoudig kun je dat gewoon doen via bewerken en dan heb je daar vullen staan of de sneltoets shift F5. En we gaan het vullen met het patroon. Selecteer bij de inhoud het patroon en daar in het pull-down menu heb je dan je patronen staan. En hetgene wat je als laatste hebt toegevoegd dat staat daar tussen. We willen echter een script draaien, dus dat vink je aan en dan hou je het op willekeurige vulling. Overvloeien, dat houden we gewoon op normaal en je drukt op oké. Okay. Je krijgt nu een nieuw venster voor je neus van willekeurige vulling en je ziet aan de linkerkant eigenlijk gewoon al hoe het gaat worden. Je hebt hier een aantal opties, onder andere de dichtheid, dat bepaalt hoe het allemaal verspreid wordt. Als je dat op 10 zet, dan is de dekking ja, gewoon eigenlijk geheel vullend en zet je hem lager, dan wordt het maar at random een beetje toegevoegd. Laat ik het voor dit geval even op 10 houden. De minimale en de maximale schaalfactor die bepalen hoe groot jouw biljetten worden. Hou je ze allebei op 1, dan worden ze gevuld met de ware grootte. Maar daar kun je een klein beetje in spelen. Je kunt zeggen: van nou, er moeten biljetten tussen zitten die 0,9 keer zo groot zijn als het origineel. En er moeten biljetten tussen zitten die 1,1 keer zo groot zijn. En dan krijg je een beetje een willekeur. Een rotatiepatroon, je kunt het uitvinken. Dan staan ze gewoon allemaal netjes recht over elkaar. Maar wil je ze door elkaar hebben, dan kun je het aanvinken. En dan heb je hieronder nog willekeur kleur. Dan zet je die aan. Dan krijg je een kleurvariatie. Nou, die willen we in dit geval niet, dus die zet ik op 0. Alle biljetten moeten dezelfde kleur houden. En je kunt ook bijvoorbeeld met de helderheid een klein beetje variëren. En dat hou ik in dit geval, nou weet je, dat, dat zet ik eens op, uh, op 0,5. En je drukt op oké. OK. Vervolgens gaat Photoshop aan het rekenen en je krijgt gewoon een keurig gevuld blad. Alleen dit ziet er nog niet zo geweldig uit. Dus dit maak ik even ongedaan met ctrl z. Ik ga het anders doen. Ik maak een nieuwe laag aan. Met ctrl shift -N en n. En ik druk gewoon op OKé. OK. En deze laag ga ik middels de snelcode Shift F5 vullen. Met een patroon willekeurige vulling. En ik druk op OKé. OK. Laat ik de helderheid wel gewoon uitzetten dat alles even helder is. En laat ik alles gewoon in hetzelfde formaat houden. Ik ga alleen de biljetten niet met een dichtheid van 10 vullen. Maar ik pak het gewoon kleiner. Eens kijken wat 1 oplevert. En ik druk gewoon op OKé. OK. Dit is al een mooier uitgangspunt. Ik heb dus een vulling van de biljetten, maar niet het hele canvas is gevuld. Het staat echter op een nieuwe laag. Dus als ik de achtergrondlaag even uitzet, dan zie je dat die ruimte eromheen transparant is. En hier ga ik een kleine schaduw aan toevoegen. Dat doe ik inmiddels laagstijlen. Ik dubbelklik in een leeg gedeelte. En dan heb ik hieronder slagschaduw staan. En ik speel een klein beetje met de waardes. Gewoon dat ik een subtiele schaduw krijg. En ik druk op OK. Ik ga hierboven nog een nieuwe laag aanmaken. Dus Ctrl Shift N. En ook deze ga ik weer vullen. Shift F5 voor het vullen. Willekeurige vulling. En ik krijg weer deze waarden. De waarden op zich waren gewoon goed voor mij. Misschien dat jij iets anders wilt. Dat kan. En ik druk op OK. Prima. Het is nu al voller. Maar het moet nog veel voller. Nieuwe laag. Vullen. Met een patroon. En ik druk op oké. Okay. Je kunt hier natuurlijk ook gewoon een handeling van maken. Ik ga boven naar venster. Klik op handelingen. Dan krijg je dit voor je neus. Klik hieronder op de plus om een nieuwe handeling te maken. Ik hang daar een functietoets aan. 5. Ik noem hem even geld. En ik zeg opnemen. Nou, F5 wordt al gebruikt bij de penseelinstellingen. Dat negeer ik. Ik druk op oké. Okay. En ik herhaal de stappen. Nieuwe laag, oké. Okay. Vullen met een patroon. Ik klik op oké okay en ik stop de handeling. Als ik nu op F5 druk, dan wordt deze handeling gewoon nog een keer herhaald. En dit kan ik net zo vaak doen totdat ik tevreden ben. Prima. Op zich denk ik dat de achtergrond nu eigenlijk niet meer zichtbaar is. Ik selecteer hem even en met Alt Backspace vul ik deze met de voorgrondkleur. En je ziet op een paar puntjes komt het er nog doorheen. Geen probleem. Ik maak het gewoon weer wit met Ctrl Backspace, vullen met de achtergrondkleur en ik laat het even zo. Ik heb bij de onderste laag heb ik dus een slagschaduw toegevoegd. En die wil ik ook toevoegen bij de andere lagen. Dat kan vrij eenvoudig. Je klikt met rechts op het woord slagschaduw en je zegt laagstijl kopiëren. En vervolgens klik je de lagen aan waar het niet gebeurt. Je klikt bijvoorbeeld de onderste of de bovenste aan. Je houdt de shift ingedrukt en je drukt het andere uiterste aan en dan heb je al die lagen geselecteerd. En met rechts klik je erop en zeg je laagstijl plakken. En mijn schaduw wordt dus ook bij de andere lagen toegevoegd. En zo eenvoudig maak je dus gewoon een hele stapel geld. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken tot de volgende keer en doei doei!